PvdA-raadslid Giselle Schellekens staat op de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Ze komt op de 28e plek, een plek die, volgens de peilingen, niet direct uitzicht biedt op een kamerzetel. Schellekens kwam in 2014 in de Nijmeegse gemeenteraad en is het vierde Nijmeegse raadslid dat verkiesbaar is voor de Tweede Kamer. Onwijs spannend en wat een verrassing en een hele grote eer. Ik heb eigenlijk nog niet voldoende woorden om het te beschrijven. Het is een hele bijzondere tijd. De donderdag van de Vierdaagse is het eigenlijk een beetje gaan rollen. Toen werd ik benaderd of ik niet toch wilde solliciteren. En ik was eigenlijk niet van plan om te solliciteren. Omdat ik ervan overtuigd ben dat we heel veel partijgenoten hebben die het ook heel erg goed kunnen doen. Maar ik ben dus wel overtuigd dat ik geschikt zou kunnen zijn. Nou, dat is natuurlijk wel mijn ambitie. En nogmaals, ik vind het fantastisch, de lokale politiek. En ik vind juist de energie op lokaal niveau heel belangrijk om meer tot bloei te laten komen. En ik ga er dus, als ik een plekje kan bemachtigen in Den Haag, ervoor zorgen dat op gemeentelijk niveau die kracht volledig kan bloeien. De lokale politiek is echt het allerbeste wat er bestaat. Als er ergens energie, innovatie en kracht zit, dan is het lokaal. En daarom vind ik ook dat er op landelijk niveau in Den Haag daar meer ruimte voor moet komen. Klopt, we staan heel erg laag in de peilingen. Maar goed, historisch gezien is plek 28 natuurlijk een hele mooie positie om op te staan. Het is natuurlijk wel niet te vergelijken met andere partijen zoals D66 en GroenLinks. Want ja, we hebben natuurlijk wel meer leden. Dus in die zin, 28 is eigenlijk een hele mooie plek. We waren er niet dat we laag in de peilingen staan. Maar onder leiding van de Lodewijk Asscher heb ik het volle vertrouwen erin dat het goed gaat komen. Nou, ik zie op landelijk niveau dat er heel veel beleid wordt gemaakt. Beleid waar je op gemeentelijk niveau je aan moet houden. En wat ik dus heel erg jammer vind, en dat merk ik dus met mijn ervaring in Nijmegen en in de gemeenteraad, dat er heel veel mooie ideeën zijn in Nijmegen. En er is zoveel energie, zowel in de gemeenteraad als bij bewoners. Maar die komen niet helemaal tot bloei altijd. Want soms zijn er landelijke richtlijnen die het beperken. En dat vind ik gewoon ontzettend jammer, dat er initiatieven zijn van bewoners of initiatieven van gemeenteraadsleden die niet volledig uitgevoerd kunnen worden vanwege landelijke lijnen. En dat wil ik graag me voor inzetten. Dat er meer ruimte komt voor gemeentes, nog meer.